Hey, goedemorgen. Het is 11:15. Ik heb oprecht vrij goed geslapen. En ik ben meteen aan het regelen geslagen. Van Doortje en ook op Instagram heb ik de tip gekregen om een kookworkshop te doen bij Sammy's Cooking Class. Dat heb ik helemaal uitgezocht. Is geregeld voor aanstaande zaterdag. Oh ja, yeah. Lekker ontbijten met yoghurt, muesli en wat banaan. En dit is mijn uitzicht. De zon schijnt heerlijk. Het is bijna elke dag 35, 36 graden in Chiang Mai. Ik moet trouwens echt een speciale shout-out doen voor Lush. Ik was eergisteren toch aan het shoppen. Sorry, ik heb echt geen shoplog kunnen opnemen door alle drukte. Niche neemt alle spullen mee in augustus naar Nederland. Dan ga ik ook de winactie doen, want ik kon gewoon niks meenemen. Maar goed, Lush dus. Ik was aan het shoppen. Ik had een nieuw shampoo bar nodig. En het meisje in de winkel hielp me natuurlijk zoals altijd bij Lush. Perfect. Echt top. Ik heb dus deze gekocht. Dit is Jason en de Argan Oil. Een nieuwe shampoo bar. Deze ruikt goddelijk. I love it. Plus, ik was dus naar een zeepje aan het kijken. Kijk, het ding met luszeep is, ik vind het fantastisch, maar het schuimt niet echt goed. En ik gebruik zeg maar mijn body soap, dus waar ik me elke dag mee was, gebruik ik ook om mijn handwasjes te doen. En dan moet ik echt het gevoel hebben dat het echt goed schuimt. Dus ze was me echt goed aan het helpen. Ik was bij al die zeep aan het kijken. Ik had er eentje gevonden die ik echt heel lekker vond ruiken. Maar op het laatste moment dacht ik, ja, dit is toch wel erg duur. En het doet niet zeg maar alles wat ik wil dat het doet. Anders zou ik het zeker wel kopen. Dus ik zeg tegen haar, weet je, ik sla hem heel eventjes over. Misschien dat ik hem in Nederland toch koop. Weet je wat ze doet? Ze snijdt dus zo'n stuk af als tester. Dit is bijna een full bar, hè? I just can't. Ik had de Lush Soap Bar natuurlijk al aangeraden in mijn 10 favoriete reisaccessoires. Maar ik ga het nog een keer zeggen. Als je een stukje luxe op reis mee wilt, wat ook nog eens erg praktisch is. Deze Lush Shampoo Bar mag absoluut niet in je bagage ontbreken. En ik denk dat ik nu ook al verslaafd ben aan deze soap bar. Ik ben mijn route door Thailand aan het bepalen. En een van jullie heeft me dus een tip gegeven om naar de Elephant Park te gaan in Chiang Mai. Leuk, maar ik heb mijn ticket voor zondag al geboekt. En ze hebben geen ruimte meer voor die tijd. Dus nu ben ik aan het kijken of ik nog terug kan komen voor een paar dagjes om toch naar die olifant te gaan. Dat lijkt me wel heel tof. Alleen ja, ik kom niet uit met die planning. Want ik wil sowieso een week lang vakantie vieren in Koh Tao. Ook weer aangeraden door een van jullie. Weet je, mijn hashtag is niet voor niks forever lazy. Als jullie me vet goede tips kunnen geven waar ik in Thailand naartoe moet, dan luister ik daar gewoon naar, want dan hoef ik het zelf niet op te zoeken. Yes, ik heb een voorlopige planning gemaakt. Zo ziet het eruit. 31 mei vertrek ik sowieso naar Krabi. Dit verblijf is al geboekt. De ticket is al geboekt. In Krabi moet ik even checken hoe leuk ik het vind om daar een week lang te blijven. Maar als ik het oké vind, dan blijf ik daar tot 8 juni. Dan ga ik naar Koh Phi Phi. Vanaf daar ga ik de volgende dag naar Maya Beach. Dat moet ik snel regelen, dat ik zo'n longtailboot heb. De volgende dag wil ik er weer terug naar Krabi. Daar even een dagje chillen. Even afhankelijk van hoe laat ik terug ben. Want misschien boek ik dan eerder een ferry naar Koh Tao. Dus het kan zijn dat ik een dagje eerder ga. Maar in ieder geval 11 juni naar Koh Tao. 18 juni weer terug. Met de vroege ferry naar Krabi. In de avond naar Chiang Mai. Eventjes een dagje uitrusten in Chiang Mai. Want dit is een vrij intensieve reisdag als je om 6 uur 's ochtends eerst naar Krabi gaat en dan om 7 uur 's avonds weer naar doorvliegen naar Chiang Mai. Kom je om 9 uur pas in Chiang Mai. Ja, ik vind dat altijd wel heftige dagen. Dus de dag daarna wil ik meestal helemaal niks doen. En dan 20 juni naar de olifanten toe. Dus dat moet ik eigenlijk meteen al boeken als ik weet wanneer ik naar Koh Phi Phi ga. En dan wil ik met de nachttrein van Chiang Mai naar Bangkok. Ik vind nachttreinen echt helemaal de bom in Azië. En dan heb ik nog een paar dagjes in Bangkok voordat ik aan het eind van 25 juni weer terugvlieg naar Nederland. Dus zo ziet onze route er ongeveer uit, medereizigers van me. Nou, het is iets over tweeën en ik kan eindelijk de deur uit. Ja, het plannen moet ook gewoon gebeuren. En zeker als je in eentje bent, dan ben je soms heel erg aan het dubbel over keuzes die je moet maken. Omdat je met niemand kan overleggen. Maar goed, dat is nu in ieder geval gebeurd. Ik ga in Krabi verder beslissen wat ik ga doen en welke data ik ga inplannen. Nu ga ik lekker eten en wat ik al zei, jullie zijn echt
Jullie zijn een beetje mijn tourguides, om het zo maar te zeggen. Want ik heb bijvoorbeeld van Nicole heb ik ook een heel lijstje gekregen met Thaise gerechten en dan wat erin zit. Helemaal aangepast naar een vegetarische versie. Nicole, dankjewel. Ik ben er echt zo blij mee. Natuurlijk ben ik vergeten om het uit te printen in Hongkong, maar ik heb hem nog steeds wel bij me. Dus dat is wel heel relaxed. Ja, ik vind het echt tof dat jullie er zijn. Yes, winning in Thailand. Een scheermesje voor 2 euro. Ik ben die van mij in Hongkong vergeten. En ik ben niet van plan, omdat ik aan het backpacken ben, om van mezelf een cavewoman te maken of zo. Awesome. Ik heb een zak wilde lychees gekocht. Yes. Thuis een papaya salade als lunch. En ik heb een coconut shake. Naast de papaya salade heb ik ook nog gewokte komkommer met ei besteld. Omdat ik nog honger had. Ik was echt van plan om rond te gaan lopen, maar ik heb zin in een tukje. Dus ik ga weer eventjes terug naar het hostel om een tukje te doen. Gewoon omdat het kan. Het is 5:30. Bijna weer etenstijd. Woep woep. Maar ik ga eerst even naar de tempel lopen en even naar de vrouwengevangenis. Want jullie hebben me de tip gegeven dat ik daar ook een massage kan doen. Dus ik wil even checken hoe dat precies zit en welke reservering je moet maken. En daarna gaan we natuurlijk weer lekker eten. Oh, kijk hoe mooi. Prachtig. Wauw, kijk hoe perfect het tijdstip is dat ik hier ben. Want de zon gaat zo meteen onder en dan heb je echt het allermooiste licht. Prachtig. Weet je, religie wordt vaak gebruikt voor doeleinden waar het niet voor bedoeld is. Maar zolang mensen het gebruiken om zichzelf en de wereld beter te maken, zie ik echt niet in wat er mis is met religie. We hebben in ieder geval een paar fantastische gebouwen op de wereld bijgekregen doordat mensen een plek zochten om dichter bij God of een andere hoogheid te zijn. Ik kan je van harte aanraden om hier vlak voor zonsondergang naartoe te gaan. Het is alsof ze het gebouwd hebben om fotogeniek te zijn. Wauw, kijk dan. Wauw. Gorgeous. Weet je hoe cool? Ik vroeg net aan een stelletje de weg. Dat meisje begon Engels te praten. Ik hoorde al meteen een Nederlands accent. Dus ik vraag, hey, ben je Nederlands? Ja, we zijn Nederlands. Ah! Serieus, daar word ik zo blij van. Ik heb één keertje op reis gehoord dat ik dus een Nederlands accent heb wanneer ik Engels praat. En toen dacht ik, is natuurlijk niet heel populair. Maar ik moet zeggen, zo heb ik Aukie ook leren kennen. Want Aukie begon in het Engels te praten en vroeg, ben je Nederlands? Ik moet zeggen dat ik het echt heel erg begin te waarderen. Omdat je op die manier heel snel Nederlanders herkent. Dus als jij lekker een Nederlands accentje hebt terwijl je Engels spreekt, awesome. I love it. Yes, gevonden. Hier ga ik morgen een massage nemen. Ik ben even gewoon aan het rondslenteren en een beetje aan het verdwalen. Ik heb gewoon Google Maps, maar loop nu even op gevoel rond en kijk wat ik allemaal tegenkom. Jeetje, wat is dit voor moois. Check ook even met die lucht erbij. Echt prachtig. Wauw. Kijk hoe bruut deze man is. Hij heeft gewoon een drumstel gemaakt van verfpakken of zo. Ik heb hem net al geld gegeven. Sinds China heb ik een nieuwe regel voor geld geven aan mensen op straat. Ik wist daarvoor namelijk nooit wanneer je nou wel of niet moest geven. Ja, weet je, ik vind iedereen zielig die dan op straat zit te bedelen. Maar sinds Beijing, ik zag een vrouw op straat zitten en ze deed echt niks. Ze was gewoon echt laveloos voor zich uit aan het staren met haar handen, zeg maar zo. En ik dacht, ja maar,
Die man daar verderop, die zit vet moeite te doen, te zingen en weet ik veel wat allemaal. En jij zit hier niks te doen. Dus mijn nieuwe regels, 1, het moet een ouder persoon zijn. Want kinderen worden meestal gewoon gebruikt om geld te verzamelen en die zien daar zelf niks van terug. En het tweede criterium, je moet ervoor werken. Niet dat ik je kunstjes ga laten doen of whatever. Maar als jij bijvoorbeeld, net als die man, super vet kan drummen, kan zingen, verhaaltjes vertellen, heb ik ook gezien in Shanghai. Whatever, maar werken voor. Want ik heb ook voor mijn geld gewerkt. Dus ik vind het gewoon een beetje vreemd als jij gewoon op straat gaat zitten en geld gaat vragen. Ook al ben je gehandicapt, whatever. Ik vind dat je gewoon altijd wel iets kan doen om bij te dragen aan de maatschappij. Dus dat zijn mijn criteria voor geld geven aan mensen op straat. En dan geef ik, zoals deze man, ik vind hem echt super tof, dan geef ik hem ook gewoon geld. Ik zit bij dezelfde foodcourt als gisteren en heb een Indiaanse thali genomen. Super lekker vind ik dat altijd. Ik kan echt niet wachten om een keer Indiaas eten in India te eten. Ik krijg nu een tarotkaart reading van een man op straat. Yes. How many days you go to Phuket? I don't go to Phuket. No, go to Phuket, Pattaya, Samui, river and boat and ship at today. You, Chiang Mai, okay. Okay. Chiang Rai, okay. Vietnam, okay. Yeah. Laos, okay. Yeah. Myanmar, okay. Yeah. No, accident. You. Okay. Then go to Phuket, Pattaya, Krabi, Phang Nga. No good. No good? I go to Krabi. Krabi, okay. Holland, good. My friends from Holland, good? Yeah, yeah. Cool. Your friend Thailand, no good. My friend in Thailand, no good? Okay. Holland, friend you. This and the white girl, good. White girl? Yeah. Oh, okay, cool. Yeah, big money. Ik ga veel geld verdienen wanneer ik terug ga naar Nederland. Yeah. Weet je nog wat ik zei over liefdadigheid? That's right. Met het geld wat ik deze man heb gegeven, ik heb hem 160 baht gegeven, wat iets meer dan 4 euro is, 5 euro. Waarschijnlijk veel te veel, maar ik zie het gewoon als liefdadigheid. Die man werkt voor zijn geld. Hij is 72 en zit op straat tarotkaarten te lezen. Sorry, maar dan geef ik mijn geld echt zoveel liever aan hem dan een vrouw die met een baby op haar schoot aan het bedelen is. Ik vind dat kinderen gewoon echt niet op straat thuis horen bij het bedelproces. Dus ja, en hij heeft me ook nog eens echt hele toffe dingen verteld. Dat op mijn 35ste ga ik op mijn 35ste ga ik vet veel geld verdienen. Op mijn 34ste ga ik trouwen. Liefde, dan weet je hoe het zit. En mijn ouders worden heel oud. Ja, het echt super leuke dingen te vertellen. Ja, boeien of het wel of niet waar is, maakt mij gelukkig. En daar gaat het toch om. Dus toen liet hij ook allemaal de bad cards zien. Dus de dood en een vrouw die helemaal aan het huilen was. En bla bla, ik had helemaal geen bad cards getrokken. Super leuk. Als je in Chiang Mai bent, hij zit zeg maar op de hoofdstraat naar de Night Bazaar. Die man is 72. Super schattig. Ik raad je van harte aan om even tarotkaarten bij hem te trekken. Omdat het gewoon echt heel leuk is. Hey, how you doing? Ik heb even een sheet mask genomen, omdat al die date en dat vliegen natuurlijk niet helemaal goed is voor je huid. En ik had ze ook in Hongkong ingeslagen. Gosh, het is echt 4:10. Het is zo'n vicieuze cirkel waarbij ik elke keer denk, oh, nog een kwartiertje en dan is het 4:00. Veel. Ik ga nu slapen. Ik moet morgen dus voor 1:00 bij die vrouwgevangenis zijn, want anders wordt het dan blijkbaar heel druk. Ik ga nu lekker slapen. Mocht je meer vlogs willen zien, dan staat hier alvast een vorige aflevering voor je klaar. En de lijst met andere travel vlogs. En ben je al geabonneerd? Woep woep. Thank you. Ben je nog niet geabonneerd? En denk je, hey, dit was best leuk wat ik heb gezien. Abonneer je dan hieronder. En dan gaan we samen morgen weer op pad. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.